En als je jezelf overschat, nou, dan ga je gewoon uit de hindernis en dan val je. En in de eindhindernis val je in het water. Het Survivor Run is een run met daartussen heel veel hindernissen. Het is veel klim- en klauterwerk. Als je het echt goed wil doen op de juiste survival manier, is een hele hoop techniek. Het moeilijkste is de inschatting van hoeveel energie heb je nog in je armen. En als je jezelf overschat, nou, dan ga je gewoon uit de hindernis en dan val je. En in de eindhindernis val je in het water. In de voorbereiding met het bouwen, nou, daar hebben we gauw al 30 man bij elkaar. Tijdens de run zelf hebben wij een totaal van circa 170 vrijwilligers die meewerken aan de run. Nou, het aantal palen wat we gebruiken, balkhout, dat zijn balken, echt sterke balken van 15 centimeter doorsnee. En daar hebben we er een 150 van. En ik denk dat we aan de 1,5 kilometer touw komen. De hindernis die in het zwembad komt, daar zitten bijvoorbeeld alleen al 55 palen in van 5 meter. Twee grote netten van 4x4 en 6x4 en 50 meter touw. Wij hebben natuurlijk hier en daar wat passages. Een van die passages is bijvoorbeeld een hek. Dus daar hebben we een onderdoor kruipkuil gemaakt. Als je een hindernis niet haalt, dan wordt het bandje wat je mee hebt om je pols, dan wordt doorgeknipt. Dat is natuurlijk een ontzettend pijnlijk moment, want daarmee laat je eigenlijk aan de wereld zien, ik heb hem niet uitgelopen. Want dat is echt voor je trots om te laten zien aan iedereen, ik heb een bandje behouden. Met andere woorden, ik heb de run volbracht. Ik vind bouwen vind ik heel leuk en het verzinnen daarvan vind ik heel leuk. En als ik dan iedereen zie die daar toch ook weer erop afkomt en zoveel enthousiaste vrijwilligers die erop afkomen. En dan hebben we zo meteen 1200 sporters die helemaal uit de dak gaan. En dan, ja, je hoort eigenlijk geen onvertogen woord op zo'n wedstrijddag. Van, joh, iedereen prachtig mooi en dan, ja, dat heb je dan bedacht. En ja, dat is alleen maar mooi.